Hoe is het nu geregeld? Ja, nou eigenlijk fantastisch. We hebben een griepcoördinator die heeft het zo geregeld dat we via het Karijn extra ruimte hebben, waardoor we een doorloop hebben. Dus mensen worden hier ontvangen, leveren de brieven in en hebben verschillende locaties met de juiste afstand. Dus dat is eigenlijk super geregeld. Maar in één avond? Nee, nee. We hebben al 4 avonden achter de rug. En nu hebben we dan nog 2 avonden. En waarschijnlijk nog een nasleep van mensen die onverhoopt toch op vakantie ziek zijn of wat dan ook. Dus dat is fantastisch. We krijgen ook veel reacties van de patiënten dat ze het heel gemoedelijk vinden gaan. En niet lang hoeven te wachten. En alles loopt heel soepel door. Dus voldoende vaccin? Ja, voldoende vaccins. We mochten bijbestellen nog. Dus we hebben helemaal voldoende. Dus dat gaat zeker goed komen. Nou, dan blijft Stadspolders... griepvrij. Daar gaan we wel vanuit. Ja. Dankjewel. Oké. Mag u de arm laten hangen? Dat is het zo voor denk ik, hè? Dat is goed. Maar volg mij geen tweede glas. Nee, dat is het eerste jaar. Ja, speciaal voor de foto is dat, hè? Als die mislukt, heb je 2 kansen. Ja. Zeg eventjes een vraag. Elk jaar laat u zich vaccineren? Dit jaar? Dit 2020? Is het de eerste keer dat u het laat doen? Nee. Oh, dat niet? Ontelbare keer al. Telkens weer meegedaan. En nu met de corona, het is wat rustiger georganiseerd. Het is perfect georganiseerd. Dat mag ook wel eens gezegd worden, maar de mensen hebben het al moeilijk zat natuurlijk. Nou, heel goed. Ik zou zeggen weer een griepvrij, hè, een heel jaar. Oké, dank u wel. Oké. Laten we het hopen.